Vrienden van het Goed Leven, mafklappers van Nederland. Ik zat van de week zat ik een beetje te klooien met mijn beademingmachine. Kijk, dit is mijn oude machine. En ik heb een nieuwe gekregen. Deze, kijk. Deze is een nieuwe. Veel kleiner, veel lichter. Hartstikke blij mee. Omdat die oude is te oud, die gaat eruit. Dus het ziekenhuis heeft nu allemaal andere. Alleen ik ben de hele week bezig geweest met 's nachts mijn beademing testen, metingen doen. Knetterhoofdpijn heb ik dan overdag. Dus ik ben echt druk geweest met die machine. Het gaat de goede kant op. Maar ik had gisteren even zo'n moment van... Ik wil even afleiding. Ik wil gewoon even lachen, weet je. Dat lachen is gezond, hè? Is gezond, hè? Dus ik dacht, weet je wat? Ik forget die machines eventjes vandaag. Ik ga lekker op mijn bankje zitten. Ik zet mijn tv'tje aan. En ik ga eens even kijken wat YouTube, het algoritme, mij aanbeveelt, hè? Om even te lachen, hè? Dus ik start YouTube op. En ik zie daar een video die al 7 miljoen keer bekeken is met de titel Boos, The Voice. Ik denk, wow, dat zijn veel kijkers, hè? Dat zal wel leuk zijn, hè? Dus ik klik erop. Ik heb gekeken. Ik heb weinig gelachen. Afijn, ik ben maar even naar mijn IMDb-app gegaan. Kijken of die een beter algoritme heeft. En je weet, IMDb, dat is de Internet Movie Database. Daar kan je bijhouden welke films je wil kijken. Als iemand jou een tip geeft, dan zet je hem in je watchlist. Je kan het daar niet kijken, maar je kan wel opslaan dat je zo'n lijstje hebt voor jezelf. Afijn, ik zit dus in die IMDb-app en ik kijk even bij aanbevelingen. En ik zie daar een serie voorbij komen die een vrij hoog cijfer krijgt. Met een Nederlandse titel. En de titel is In de Gloria. En wat blijkt nou? Dat is niet Nederlands, maar dat is van Vlaamse bodem. En het is een comedy-serie. Maar uit 2000. Dat is al een oudje. En dus kijk even naar de reviews of wat mensen daarvan vinden van de reviews. En echt hilarisch schijnt het te zijn. Dus dat wekt mijn interesse. Ik wil even lachen. Ik zei het toch? Ik had boos gekeken, weinig gelachen. Tijd om te lachen. Dus ik typ in de Gloria in Netflix. Verdomme, altijd hetzelfde verhaal, hè? Niet te vinden. Staat niet op Netflix. Nou, dan naar Videoland inloggen bij mijn broertje. Nou, ook niet. Typ ik het in YouTube. Alle afleveringen te vinden. Nou, beste mensen. Ik heb nu een paar afleveringen gekeken. Ze duren maar een half uurtje, 20 minuten. Dit is echt... Dit is mijn humor. Hier hou ik echt van. En In de Gloria is een beetje, zeg maar, man bij het hond. Alleen dan geacteerd. Het zijn allemaal kleine sketches van mensen in de samenleving. Het is een satire, een mockumentary... Over ons als normale mensen en hoe absurd wij leven. Alleen nog geacteerd. Hè? En het ziet een beetje als De Speld. Ken je die video's van Partij van Tegen de Burger? Hé, hey, ouwe mafklapper. Even dimmen. We zijn de Partij Tegen de Burger. Sta je te kijken, joh. Beetje smoel. Fantastisch ook. Fantastisch. Nou, In de Gloria is zeg maar dat alleen al een tijdje terug en dan Vlaams. Ik heb alle afleveringen van In de Gloria in een playlist gezet. Staat gewoon allemaal op YouTube. Het linkje naar de playlist is hieronder. Mocht je dit leuk vinden, deze humor, kijk het lekker, weet je. Ik lig helemaal dubbel. En dan gaan we nu even een heel klein stukje kijken samen naar een fragmentje uit aflevering 1. Waarbij een stelletje die al 27 jaar samen is, toch een bepaalde spanning weer in hun relatie probeert te krijgen. En die een keertje kiezen om een uitstapje te maken. En dat doen ze middels anale seks. Komt-ie, hè? Marijke en Bert van de Noordgaten zijn al 27 jaar gelukkig getrouwd. Ze proberen hun relatie boeiend te houden door elkaar voortdurend te verrassen met nieuwe initiatieven. Vandaag wagen ze zich voor de eerste maal aan anale seks. Nu de kinderen uit huis zijn, is het voor ons een enorme ervaring om eigenlijk terug met z'n tweeën te zijn. Eigenlijk hoe we ooit begonnen zijn. Mooi, mooi. Een cirkel eigenlijk. Eigenlijk de cirkel is rond. Het is een enorme ervaring om te voelen hoe je dan toch moet zoeken terug naar het samen zijn. Dat is zo mooi gefilmd. Zo serieus. Kijk dan. Zo zijn we eigenlijk op het idee gekomen om de zondag volledig... voor ons tweeten. Goed, hè? Maar volledig, hè? Dus het werk valt daar volledig uit. De telefoon wordt van de haak gelegd. De zondag kan beginnen met een ontbijtje op bed. Dat kan Bert zijn, die mij een ontbijtje op bed geeft. Of het is ook al heel vaak gebeurd dat ik dan wat vroeger opsta. En dat we het dan eens volledig omwisselen. Dat je dan denkt van, oh, dat is nu iets nieuws. Ik breng een keer ontbijt op bed. En dan begint zondag de dag... Zondag is eigenlijk de dag van de verrassingen. Het is zondag in de dag van de verrassing. Ja, dat is het eigenlijk. Zo mooi gefilmd, hè? Wat een stel, joh. Nou, bollig. Ik was met mijn goede vriendin Greet,
aan het praten over dit nieuwe initiatief. Komt-ie. En toen zei ze op een bepaald moment, Marijke, als je bij mij op bezoek komt, langs waar kom je dan binnen? En ik zeg, Greet, ik kom altijd door de achterdeur. En toen kreeg ik dat inzicht. Goeie vrienden komen altijd langs de achterdeur. Ja, maar je weet dus ook niet. Dat inzicht. Goede vrienden komen altijd via de achterdeur. Oh, je stapt natuurlijk al waar dit naartoe gaat. Kut, weer aan mijn bademing. Ja, maar je weet dus ook niet of je wel gelegen komt. Of je wel gelegen komt via de achterkant. Langs die achterdeur. Zo serieus. Wij zijn op voorhand naar de dokter geweest. En gevraagd of er een probleem was. En volgens de dokter was er totaal geen probleem. Ook geen meting nodig. Alleen heeft hij ons wel een pomade voorgeschreven. Om toch het zekere voor het onzekere te nemen, moesten er moeilijkheden ontstaan. Oh, dit is geweldig. Nou, daar gaan ze hoor. Zondag verrassingsdag, hè? Allerlei nieuwe initiatieven moet je nemen, hè? Vooral na 27 jaar in de relatie te zijn geweest al. Ja. Nou, draait hij. We moeten er door. Zo droog geacteerd. Daar gaat hij. Allee, amai zeg. Via de achterdeur, hè. Hoe is dat zo blij? Onwaarschijnlijk. Ja. Het is kapot. Spijt van, kijk. In het begin was het wel... Ja, maar natuurlijk, alle begin is moeilijk. Hè. Maar, eerst hadden we het gedoe met die pomade. Maar Marijke een initiatief neemt. Zo, pomade weg. Ik zeg, ja, pomade weg. Pomade. Mooi, dat Vlaams ook, hè. En dan kwam die stilte zo, die stilte. Die stilte was er en... En terug Marijke, die stelt de vraag. Haar gezicht, kijk. Zou je me nu dan van de andere kant willen leren kennen? Ja, ja, leren kennen van de andere kant. Hij schiet er in de lach. Het ijs is gebroken. Schitterend. Schitterend. Na 27 jaar zoiets unieks mogen meemaken. Zo dicht bij elkaar komen, dat is iets... Dat is prachtig. Dat is zeker voor herhaling vatbaar, Marijke. Marijke. Marijke is helemaal kapot. Kijk. Oh. Tranen van het lachen, jongen. Beste mensen. Er zijn allerlei soorten humor in de wereld, weet je. Je hebt slapstick, je hebt comedy, je hebt stand-up, dat soort dingetjes. Maar dit is een beetje in het kader van Ricky Gervais, weet je. Beetje dat pijnlijke, ongemakkelijke humor, wat niet zozeer... grappig moet zijn, maar daardoor juist heel grappig is. Ik hou er echt van. Ook Ricky Gervais vind ik echt geweldig. Fantastisch. Het linkje is hieronder. Naar de hele playlist heb ik voor je aangemaakt. Kan je ze allemaal kijken. Staat gewoon op YouTube in de glorie. Alle afleveringen. Heb je een slechte dag? En is dit ook jouw humor? Kijk even een afleveringetje. Beste mensen, dankjewel voor het kijken. En vergeet niet, zondag is een dag voor verrassingen. Zie je later.